Welkom bij de Customer Engagement Podcast. Mijn naam is Levi en samen met onze partner Frank Watching brengen we jou de mooiste gesprekken met de meest vooruitstrevende klantcontactprofessionals van Nederland. Ontdek hun geheimen en leer hoe je elke dag de optimale combinatie maakt tussen data, processen, mensen en technologie. Leuk dat je kijkt of luistert naar de Customer Engagement Podcast. We zijn hier vandaag in de studio bij Frank Watching. Naast mij zit mijn gast Cynthia Mack. Zij is Customer Care Director bij Talpa Network. Maar dat is niet alles wat zij uh, doet. Zij won onlangs uh, de Manager of the Year Award van de CCMA. Uh, en zij is hier vandaag om uh, een kijkje te geven in de keuken bij hoe zij kijkt naar klantcontact. We gaan het onder andere hebben over hoe je medewerkers waardering en erkenning geeft. Hoe je er eigenlijk voor zorgt dat ze niet al te lang blijven zitten, maar op een gegeven moment ook gewoon uitvliegen. Dus ik ben reuze benieuwd naar, naar haar kijk op zaken. Ik ben onwijs blij dat je er vandaag bent. Hier uh, live in de studio bij Frank Watching. Uh, we zitten hier voor de Customer Engagement Podcast. Uh, en ik heb er onwijs veel zin in om samen met jou over het mooie vak-klantcontact uh, te gaan praten. Uh, nou, niemand vindt het eigenlijk boeiend wie ik ben. Ik ben dus Levi. En daar ga ik het ook gewoon vooral bij houden. Uh, we zijn hier vooral vandaag uh, voor jou. Nou, kan ik proberen om jou voor te gaan stellen, maar je hebt zo'n ontzettend indrukwekkend resume dat ik je vooral even zelf uh, van wal laat steken. Dus wie ben je en wat doe je? Nou, wat een, wat een aankondiging, jeetje. Nou, ik ben Cynthia Mak. Ik ben 35 jaar en ik ben winnares van de CCMA Awards van 2021 voor de Manager of the Year. Daarnaast ben ik Director Customer Care bij Talpa Network. En uh, nou, dat heeft vaak een beetje uitleg nodig. Talpa Network, wat, uh, wat doet dat precies en wat is het? Um, het Talpa Network heeft eigenlijk vier onderdelen: kijken, lezen, luisteren en kopen. En uh, kijken en luisteren dat kennen we natuurlijk van de tv-programma's, de, de radiozenders, de tv-zenders. Uh, lezen kennen we bijvoorbeeld van Linda Magazine. Wie kent het niet? En kopen dat is iets minder bekend, maar niet minder belangrijk. Dat zijn onder andere de veilingenplatformen vakantieveilingen.nl en Favabit en Aladou en de dealplatformen Actie van de Dag. En um, nou ja, als director customer care binnen het Alpennetwerk faciliteer ik dus dat uh, uh, voor al die afdelingen klantcontact plaatsvindt als daar behoefte aan is. Dat is behoorlijk wat uh, diversiteit uh, als ik het zo al uh, uh, hoor. Behoeft ook volgens mij een behoorlijke klantcontactorganisatie. Uh, kun je iets vertellen over hoe dat er ongeveer uitziet? Een beetje facts and figures? Uh. Ja, een beetje wel hoor. Uh, wij zijn met een team van ongeveer 120 man uh, verspreid over twee locaties. We hebben ongeveer 20% van het uh, werk dat doen we in-house. 80% is geoutsourced. Op dit moment ondersteunen wij 13 verschillende merken en dat doen we in drie talen. Dus in het Nederlands, in het Duits en in het Frans. En uh, we behandelen ongeveer 10.000 tot 12.000 contacten per week. Wauw, dat is nogal wat. Ja. Nou ja, het, is, het, is, ja, ja. het zijn goede ingrediënten om mee te nemen in, in een stukje context voor, voor, de rest van het, uh, voor de rest van het gesprek. Ik wil nog heel even terug naar uh, natuurlijk uh, de, de Manager of the Year-titel. Ja. Uh, dat is natuurlijk nogal wat. Uh. Nou, zeker, ja. ja. Uh, blij met de, met de titel? Uh, of, of was het zo, joh? Dat had ik al lang al verwacht. Nee, tuurlijk niet. Dat, uh, ja, ik moet zeggen, kijk, het grootste verrassingsmoment. was toen Bas Diepenveen van Uitblinkers vertelde dat hij mij genomineerd had. Um, ja, om heel eerlijk te zijn, was ik nog niet helemaal op de hoogte. van het bestaan van zo'n soort award. Maar het feit dat iemand tegen je zegt: hé, hey, er is een Manager of the Year Award. en ik heb jou genomineerd. Ja, dat is, dat is natuurlijk het grootste moment dat je denkt: huh? hoe zit ja. dat? Weet je wel, wat, uh, wat gebeurt daar? En um, nou ja, het proces daarna, ja, dat hele um, erachter komen van wat is hetgene wat ik doe, en wat maakt het, het anders dan de andere mensen, maar ook tegenover wie sta ik hier eigenlijk? Hè? Dus wie is mijn competitie? En, en hoe zijn we competitie? Ja, dat was wel een super interessant stuk. Ja, snap ik. Ja. Hey, en ik heb natuurlijk al een beetje ingelezen, et cetera. En uh, wat me vooral opviel, ook in het persbericht, maar ook in de gesprekken er rondomheen, is dat hey, wat, wat jou. Misschien wel typeert als manager is dat je niet een, een, of dat je een hele heldere kijk hebt op hoe de verschillende ingrediënten van een klantcontactorganisatie eigenlijk samenkomen. Ja. Kun je iets vertellen over die verschillende ingrediënten? Ik had er heel veel over vertellen, maar ik zal voor de beknopte hm. versie gaan. Um, kijk, uitgangspunt bij mij is, ik ben begonnen als agent. Ik heb uh, verschillende shift leader en managerfuncties gehad. En daarnaast ben ik zelf ook een kritische shopper. Dus met alles wat ik doe bekijk ik het vanuit die verschillende brillen. He, dus als ik een klant ben en ik kom hier in een proces terecht, hoe ervaar ik dat? Maar ook als ik de agent aan de andere kant van de lijn ben, wat vind ik ervan? En als manager zijnde, wat vind ik ook van het geheel? Nou, die standpunten of die gezichtspunten die komen bij mij samen doordat ik kijk naar strategie, um, dus eigenlijk naar een stukje processen, um, naar de mensen en naar het financiële plaatje. En dat vertaalt zich dan weer in strategie, operatie en innovatie. Dus ik kijk altijd naar: kan het efficiënter, kan het beter? Maar het gaat niet ten koste van iets. Misschien ten, ten, ten koste van de kosten, maar ik zou bijvoorbeeld niet snel ervoor kiezen om iets ten koste van de klantbeleving of van de agentbeleving laten gaan. Omdat het nou eenmaal goedkoper is. Ja, ook omdat het natuurlijk, hè, zoals ik het zie, ook allemaal met elkaar. In balans zou moeten zijn ja. om uiteindelijk het beste voor de klant, maar ook het beste voor de medewerker en het beste voor de organisatie zeg maar, te kunnen uh, ja. betekenen. Ja. Komt dat wel eens met elkaar in het geding? Ja, natuurlijk. Ja, ik kijk uiteindelijk is customer care voor een groot deel natuurlijk een kostenpost. Dus je kan vrij snel uh, je voorstellen dat er mensen zijn die conclusies trekken van oh, we maken te hoge kosten. Nou, laten we dan maar even customer care naar beneden gaan draaien. Um, maar voor mij botst dat hè. Dan denk ik ja klantenservice dat is er natuurlijk omdat mensen ten eerste een probleem hebben met je dienst, met je service of met je product. Maar ten tweede ze willen dat met je bespreken. Of omdat ze jou willen laten groeien of hun product willen hun, hun eigen ervaring willen verbeteren. Maar het feit dat ze überhaupt dat bij je melden en een oplossing zoeken, ja dan moet je natuurlijk met uh, met fluwele handschoentjes aanpakken. Ja. En, en als je dan zo kijkt naar die balans, zit jij dan de hele dag door plannen te schetsen? Grote whiteboards om te kijken hoe uh, en waar moet ik nou, uh, nou uh, veranderingen aanbrengen. Hoe, hoe ziet een beetje jouw dag eruit? Nou, ik denk een um, uh, goede vraag, want uh, ja, mijn dag kan ik wel plannen en soms loopt het zoals ik het gepland heb en soms ook niet. Um, kijk, vaak begint iets met een noodzaak, right? Dus er is een klacht van een klant en dan ga je kijken van waar is die klacht door ontstaan en hoe kan ik het niet alleen nu oplossen, maar hoe kan ik ook voorkomen dat er meer van dit soort klachten zijn? Of uh, er is iemand uit je team met een bepaalde situatie die het HR-handboek uh, niet dekt, om het zo maar te zeggen. Ja, dan ga je ook weer kijken, van waar komt dit vandaan en hoe kan ik het voorkomen of hoe kan ik het anders gaan inrichten? Dus uh, ja, het liefst sta ik wel de hele dag voor een whiteboard dingen te tekenen, maar het komt wel of dus vanuit een directe noodzaak. Ja, of door in data te gaan duiken en te denken, wat zie ik hier nou in dit patroon? Of waar komen deze kosten vandaan? Of heb ik echt zoveel tijd en geld ervoor nodig om één vraag te beantwoorden? Dus ik kan je niet één startpunt aangeven? Nee, maar de, de, ik denk dat de reis die je dan hebt doorgemaakt als he, van agent tot waar je nu bent, en dat je ook verschillende uh, um, ja, situaties hebt meegemaakt, mm. stelt je denk ik wel in staat om, om, om te bepalen uh, een bepaalde flexibele instelling om op bepaalde dingen wat meer te gaan, gaan sturen. Want het is nogal wat om aan de ene kant... de klantcontactorganisatie van de toekomst te gaan schetsen... Hè, om daarmee bezig te zijn. Maar aan de andere kant ook nog wel... over dertien verschillende merken heen... Uh, met bepaalde uh, cases aan de gang uh, te gaan. Ja. En het fijne is natuurlijk wel dat... Kijk, uh, cases die bij mij terechtkomen... die zijn al zodanig geëscaleerd... dat, het, dat ze wel specialer zijn. Ja, Snap ja. ik inderdaad. Dus je hebt dan een, een team om je heen. Hoe ziet een beetje dat, dat core team eruit? Hè? Dus even, even los van, van de agents, die, de toppers die elke dag het werk doen? Ja, ik heb intern heb ik een team van uh, vier personen. Uh, dus dat zijn drie teamleiders, twee teamleiders en een junior teamleider. Zij het met z'n drieën teamteamleiders, want dat klinkt zo lekker. En dan heb ik een innovatiemanager. En waar zij zich mee bezighoudt, is alle data die uit het Customer Care team komt, dat zet zij om in rapportages. En die rapportages die gaan en over um, het, het terugsturen van feedback de organisatie in. Hè? Dus waar kunnen we verbeteren? Wat kan anders. Maar ze gebruikt het ook om de afdeling te verbeteren. Dus stel dat we zien dat een bepaald type vraag uh, um, de nummer één contactreden is, dan gaat zij er actief mee aan de slag van waarom is dat zo, kan het anders, um, is het nodig, dat vooral. Team-teamleiders, zij houden zich echt bezig met de operatie, dus het aansturen van het team en ook het contact met de externe partner. Oké, okay. ja. en uh, dus even inzoomen op een, een stukje innovatie uh, binnen klantcontact doen we. Hier ze net binnenkwamen, toen hadden we het volgens mij over innovatie, dat we, dat we tegen elkaar zeiden van ja, of laat ik het bij mezelf houden. De wereld van klantcontact staat nou niet per definitie bekend om het innovatieve stuk. Of, nee. of heb ik het dan mis? Nee, nee, ik denk niet, uh, ik denk niet dat we daar vooraan staan. Nee, dat en maakt klopt. dat dan jullie organisatie met een innovatiemanager die daarmee bezig is op verschillende vlakken vanuit data gestuurd? Uh, maakt dat jullie dan anders dan andere organisaties, denk je? Nou, ik denk dat het heel goed is dat we daar aandacht aan besteden. Hè. Dus, uh, de, um, kijk, innovatie is natuurlijk heel breed. Je kan denken aan technologische innovaties en uh, de aller, allernieuwste technologieën om die toe te passen. Maar innovatie betekent natuurlijk gewoon verbetering. Dus alles wat er beter kan, ja, daar stort zij zich op. En of dat nou technologisch is, uh, systeemtechnisch, of dat het gewoon een kwestie is van. Uh, uh, een extra veldje toevoegen en je hoeft bepaalde data niet meer in te voeren. Ja, daar houdt zij zich mee bezig. Ja, snap ja. ik. Nou, we, we, ik wilde vandaag ook met jou iets verder inzoomen... op eigenlijk het menselijke aspect van, van, van klantcontact. Mm -hmm. Nou, dan uh, hebben we het al iets meer gekaderd. Maar alsnog is dat natuurlijk uh, uh, bijna waar heel klantcontact natuurlijk uh, om gaat. Het liefst wel. Ja. <laughs> ja, ja, het liefst wel, inderdaad. Nou, ja. mooi, uh, mooi, uh, mooi uit uh, mooi uitgangspunt. Um, als je dan kijkt naar, naar de mensen binnen jouw team, hè? Die, die zijn natuurlijk verdeeld over een aantal merken. Je hebt een deel in-house, een deel uh, extern, heb je, heb je belegd, verschillende talen. Ja. Hoe zorg jij er eigenlijk nou voor dat, dat een organisatie van 120 plus mensen elke dag het beste doen voor de klant? Um, heb jij daar een echt een, een, een strategisch plan liggen, helemaal uitgewerkt, dat in de puntjes hoe, je dat, hoe jij dat voor je ziet? Of is het meer in de richting van uh, een stukje kaders meegeven, een stukje vrijheid? Het is een beetje een suggestieve vraag. Ik denk dat ik al weet waar het naartoe gaat. <laughs> ik hoop in ieder geval dat het daar naartoe gaat. Ja. Maar ik, wil dat dus, ik zou dat dus van jou willen horen. Ik hou echt helemaal niet van superstrakke regels en werkinstructies. En dit is hoe je het moet doen. Nee, ik bedoel, we hebben 120 mensen, dus dat zijn 120 perspectieven, om het zo maar te zeggen. En uh, stel dat iedereen uh, elke dag 100 klanten spreekt, dan heb je ook nog eens uh, gigantisch veel verschillende uh, situaties en unieke situaties. Ja, en daar kan je helemaal geen één print voor maken: van dit werkt altijd voor iedereen. Um, en ja, ook hier, hè, dan ga ik weer even terug naar. Stel dat ik daar zelf zit, hoe zou ik dan mijn werk willen uitvoeren? Nou, en dan wil ik dus niet dat iemand tegen me zegt van: als, als dit dan dat, hè, dus dat er echt zo'n soort logisch gevolg van zit. Maar ik zou gewoon willen weten van wat voelt voor mij goed? Wat denk ik dat nu uh, een goed gebalanceerde oplossing is? Wat kan wel, wat kan niet? Moet ik, aan, moet ik aan de bel gaan trekken of niet? En dat is natuurlijk wat ons mensen ook uniek maakt: hè? dat we dat kunnen. En dat we om allemaal algoritmes heen toch nog bepaalde betekenis kunnen gaan verlenen. Uh, dus waar ik heel erg in geloof, is: je, je zit daar om je werk te doen. En, um, en ik ga er ook vanuit dat je dat gewoon graag goed wil doen. En goed kan doen. Nou ja, en dan moet ik ervoor zorgen dat je genoeg beslissingsruimte hebt en dat je genoeg autonomie hebt en um, genoeg rechten in de systemen om gewoon ook echt je werk te kunnen doen. Ja, ja. ja. Is, het, is, dat, is dat iets van de afgelopen. Um, heb je daar. Is, sinds dat je in je rol zit, heb je daar heel erg voor moeten vechten om dat te organiseren? Of is het een. Heb je dat eigenlijk in je carrière altijd zo organisch laten groeien? Want het. De reden waarom ik het vraag is dat ik het idee heb dat de wereld van klantcontact in de afgelopen jaren natuurlijk onwijs ook is veranderd. Mm -hmm. uh, niet alleen om, om wat er in de wereld aan de hand is, maar ook omdat gewoon de aard van hoe mensen zaken doen met een organisatie uh, vraagt gewoon een andere manier van klantcontact uh, met hen. Uh, want ik zie eigenlijk dus ook best wel wat organisaties die dat nog niet zo in de vingers hebben, dat stukje. Uh, vrij die, die houden misschien nog heel erg vast aan de oude manier van klantcontact. Vraag, antwoord, zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk afhandelen en dat proberen te laten schalen. Ja. Uh, terwijl, nu gaat het volgens mij veel meer om: wat is nou uiteindelijk uh, wat, wat de klant wil? En, en de laatste paar geluiden die ik hoor, gaat ook wel over, nou, om blije klanten te hebben, heb je dus ook hele blije medewerkers uh, uh, nodig. Ja. Is dat iets wat bij jullie al langer uh, zo is, of, of is dat echt iets recents? Ik denk wat, wat, ik, um, wat ik heel erg zie, in, ook in de laatste jaren, um, is het gaat over het elan van klantcontact. Hè. Ik denk dat heel veel mensen in andere afdelingen, die zien klantcontact echt als, oh, die mensen die nemen de telefoon op en die beantwoorden een e-mailtje. En eigenlijk zit er niet heel veel. Um, ik probeer even uit mijn woorden te komen en het ook nog aardig te blijven zeggen, want ik, ik vind hier nogal wat van. Uh, maar, maar die denken dat het eigenlijk weinig inhoud heeft hè, of weinig betekent. En, en dat, dat je daarom klantcontactmedewerkers ook maar niet al te veel beslissingsruimte moet geven of zo. Het, het, het is dan ook vaak niet de baan die het best betaalt binnen het bedrijf. Het is ook niet de baan dat als er kerstfeestjes of zo zijn, dat er. Om de openingstijden van de klanten service heen gepland wordt. Nee, die, 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 daar wordt altijd bepaald wie, wie blijft er. Uh, wie blijft de ja. telefoon bemannen, zeg maar, ook vaak. Ja, en wat ik altijd wel een leuk experiment vind, en ik wou, ik wou zeggen gedachte-experiment, maar dat is niet zo, is als je dan tegen iemand zegt. Wat als jij die telefoon even aanneemt? En niemand durft het. Dat vind ik het mooi, hè? Van, want wat als de klant gaat klagen, wat moet ik dan doen? Dus er zit echt een, een soort aan de ene kant van. Uh, het gevoel van het, het werk stelt niet zoveel voor en de mensen stellen niet zoveel voor. En aan de andere kant, hell no, Ik ga niet doen wat zij doen. En ik denk dat dat eigenlijk moet gaan wisselen. En dat gaat ook steeds meer wisselen. Want onze wereld wordt steeds digitaler. Hè? We zijn steeds minder echt contact met elkaar aan het zoeken, om het zo maar te zeggen. En welke afdeling durft het nou nog, om wel dat contact te zoeken? Ja, het klantcontact. Ja, mooi. En en ik, ik denk dat dat elan dat moet gaan stijgen. En misschien zie ik ergens ook wel een beetje een vergelijking met IT-afdelingen. Dat waren, ja, misschien zeg ik het ook hier een beetje onaardig... maar dat waren natuurlijk altijd een beetje de vreemde mensen binnen het bedrijf... waar niemand echt wat van snapte. En nu zijn we om ze aan het vechten. Ja. En ik hoop, echt, ik hoop echt dat dat bij het klantcontact ook gaat gebeuren. Ja, maar volgens mij maak je je daar ook elke dag... Uh... Hard voor, als ik het, het wel. zo hoor. Ja, ja. ja, snap ik. Nou, ja. is mooi, hè, want uh, de, de reis die je hebt gemaakt van Agent tot waar je nu bent, uh, dat ik ooit uh, startte bij Obi-Fan, start ik ook als mannetje van alles, echt in de start-up fase. Mm. Ik weet nog goed dat ik binnenkwam en dat mijn collega tegen me zei: uh, Nou, welkom. Uh, hier is een telefoon, uh, die kan afgaan. En dan, uh, ja, dan moet je de klant helpen. Dat zei ik, oké. Okay, en hoe dan? Ja. Ja, ja, zoek het uit. En. Uh, wat ik heb gezien aan al, eigenlijk alle mensen die binnen klantcontact starten, die hebben een bepaalde um, wens om het vaak zo goed mogelijk te doen. Hmm. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor de anderen. En daarom vind ik het vak van klantcontact altijd zo mooi. Want de mensen die ik heb zien starten uh, op de klantserviceafdeling, hmm. dat zijn de meest succesvolle accountmanagers of de meest succesvolle salesmensen. Allemaal vanuit ja. een bepaald begrip van wie er aan de andere kant zit. Uh, welke problemen en oplossingen daar, uh, daar, daar mogelijk zijn. Um, dus nu heb je 120 mensen zitten, waarvan je hopelijk, nou, waar, uh, van hopen die hebben dat ook elke dag in hun hoofd zitten. Mm -hmm. uh, terwijl aan de andere kant, je kan niet jarenlang iets met hen opbouwen. Want op een gegeven moment gaan ze ook gewoon weer hun eigen weg. Groeien ze ja, door. Uh, ja. ja. Dan vliegen ze uit. Dat, dat wil ik heel graag ook. Ja. ja. De, 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 alsjeblieft, zuig alle informatie op en alle kennis. En, en wat we focussen nu natuurlijk best wel op dat gesprek met de klant en de empathie. Maar het is natuurlijk zoveel meer. Ik bedoel, denk je maar eens in. Als klantcontactmedewerker, mensen bellen je alleen maar om te klagen. Dus het is niet dat je complimenten naar je hoofd krijgt. Dus daar moet je mee omgaan, met die emoties. Maar ook met hoeveel verschillende systemen moet je werken. Hoeveel verschillende informatiebronnen moet je aan elkaar kunnen linken. Het is zoveel meer dan dat. Hè? En je weet natuurlijk alles van het product of de dienstverlening of het platform... en meer vanuit de klantperspectief. Dus soms weet je misschien nog wel meer dan je collega's van een andere afdeling... en vooral die verbindende informatie. Dus ja, ik ben echt all for it. Uh, doe het twee jaar, drie jaar... Maak je cv zo mooi als dat het uh, kan worden en vlieg uit. En dat oh, maakt me er ook echt hard voor door om dat uh, te faciliteren. Ja, maar uh, ja. levert dat niet uitdagingen op met aanwas van nieuw talent? Of uh, ja, ja, maar dat mag geen reden zijn om mensen klein te houden. Daar, uh, daar heb je een heel goed punt. Ja. Absoluut. Ik denk natuurlijk, uh, ja, dat, dat ben ik. Ik denk automatisch dan in: wat kan dat dan uh, aan mogelijke uitdagingen met zich meebrengen? Maar ik denk ook juist inderdaad, positieve instelling van uh, fijn natuurlijk als die mensen uh, doorgroeien, want die, die uh, komen heel erg goed tot hun recht op andere plekken. Ja. Uh, zie je dat ook bij jullie veel? Uh, mensen die intern ja. dan doorstromen? Ja, nou, we zijn er best wel uh, best wel veel mee bezig hè, om mensen intern door te laten stromen. Maar ik zie het ook van, van andere bedrijven of co oud collega's, weet je wel, die ik, uh, die ik heb gehad. Je um, leert gewoon super veel meer vaardigheden. Ja. En je kan mooi doorgroeien. En kijk, klantenservice is ook wel echt typisch iets. Vind ik, of is mijn ervaring, dat als je alle extra dingen die je kan doen, als je die gewoon goed aanpakt, een betere verrijking voor je cv krijg je niet. Nee, hoe ziet dat dan in de praktijk eruit? Kun je eens een voorbeeld geven van iemand waarvan je denkt, nou, dat is echt een rising star geweest, even los van jezelf natuurlijk. Maar <laughs> wie, wie, wie waarvan je echt denkt, oh, ik heb die met, uh, met misschien wel een klein beetje pijn in mijn hart uitgezwaaid, maar uh, diegene ging zoveel mooie dingen tegemoet. Dan moet ik even nadenken, want ik heb best wel veel Um, collega's en mensen uit mijn team gehad, die zijn uitgevlogen, om het zo maar te zeggen, of waar ik ze dan mee heb geholpen. Um, of juist mensen die waarvan ik dacht, nou, ik zie echt heel veel potentie in je. Een van de junior teamleider die we nu hebben, bijvoorbeeld, die werkte eigenlijk alleen uh, op zaterdag in het team als agent. En toen kwam er een functie vrij voor teamleider. En uh, hij had erop gesolliciteerd. En ik dacht, ja, ik moet gewoon plek voor hem gaan maken. Daar zit iets van meer potentie in, weet je wel. Dat, dat gaan we gewoon doen. Supergoede keuze geweest. En zo zijn er wel meer mensen dat... Ja, of... Ik probeer nu eventjes in mijn hoofd te bedenken... van welke specifieke voorbeelden heb ik. Maar het gaat toch vooral over doorgroeien... mensen extra taken geven... Um... Maar ook gewoon goede referenties voor ze schrijven als ze, als ze zeggen dat ze erover nadenken om weg te gaan. Ja, mooi. Ja. mooi. Dat lijkt me in ieder geval een hele fijne uh, fijn omgeving om in te werken. Ja. Hoe zorg je ervoor dat, dat jouw team dat ook uh, voelt? Hè, dat ze, hoe zorg je ervoor dat de visie die jij dan in je hoofd hebt voor een reis die zij mogelijk zouden kunnen maken, hoe zorg je ervoor dat zij dat ervaren, voelen? Uh, vertellen op een verjaardag als men vraagt... hé, hey, waar gaat dit naartoe? Ja, you gotta walk the walk and talk the talk. Hè? Dus uh, het is natuurlijk en dingen neerzetten en, en um, uitstippelen. Dus ik geloof er bijvoorbeeld ook heel erg in... om mensen, zodra ze bij komen werken, al te laten zien... dit is waar je gaat beginnen, dit is waar je naartoe kan groeien. Deze stappen kan je gaan maken en dit staat er tegenover. Dus gewoon echt een heel duidelijk groeipad. Dus... Uh, bij een vorige werkgever heb ik dat echt heel duidelijk gemaakt. Ook van, nou, je komt hier werken en dan moet je deze, deze, deze dingen kunnen. Na zes maanden staat er dan iets tegenover. Nou, dan groei je weer door. Toen hadden we ook een, een plan bedacht waarbij je dan 2% van je gewerkte... tenminste, van je werktijd kon je besteden aan leren. Hè, of dat nou intern was of extern. Dus daarbij ook gewoon heel erg neergezet van... Nou, ik geloof erin dat je hier wordt geboren en dat je na, hè, geboren uit het ei komt... Zeg maar, en dat je na twee jaar dat je door gaat vliegen... En ik ga je daarbij helpen, maar het ook gewoon doen. Het laten zien dat je het doet. En uh, als mensen dan ook, als, als het super druk is, als ze zeggen, ja, ik wil nu een paar uur uh, aan deze learning besteden. Ja, dan moet je ook wel daad bij het woord voegen en zeggen, ja, doe maar. Ja, en even voor mijn beeld voor mijn, een, een learning is dat dan, moet ik dat zien als een soort competentie dan, die ze, die ze zichzelf eigen moeten maken? Nou, in dat, in dat specifieke geval was het, uh, hadden we het zo neergezet als alles waarvan jij denkt dat het je helpt in je ontwikkeling. Dus het kon bijvoorbeeld zijn dat je een ted ging kijken. of dat je een cursus ergens ging doen. Um, of misschien naar een evenement um, bij een ander bedrijf. Um, het kon ook zijn dat je ging aanhaken bij een collega van een andere afdeling. Maar ja, we zeiden gekscherend ook van. Uh, als jij denkt dat een cursus uh, breien of zo. jou helpt bij je fijne motoriek verbeteren. Weet je wel, vaak is het ook wel van als er een, goed, een goede uitleg achter zit. ja, wie ben ik dan om te zeggen of iets wel of niet. Uh, Goed voor jou is. Ja, dat vraagt nogal wat ook van een, een stukje zelfinzicht van de mensen die je hebt zitten, toch? Ja, je moet ze ook wel af en toe stimuleren en helpen. Ja, ja. ja. Snap ik, snap ik. Hé, hey, en dan de, de, de combinatie tussen, tussen even in-house en extern, uh, uh, 20 versus 80 procent. Ja. Uh, um, zit daar dan nou nog heel veel verschil in? Merk je dan bijvoorbeeld dat dat in-house stuk. Waar ik even een aanname doe, daar heb je natuurlijk volledige controle over. Met hoe je met hen omgaat, ja. hoe ze aansluiten bij de visie, bij, bij hoe je het wil organiseren. En hoe vertaalt dat zich naar een stukje extern? En hoe zorg je ervoor dat die lijn zich doorzet naar het daadwerkelijk contact met de eindklant? Nou, wat heel erg helpt, is dat uh, de, de outsourcing partner waar wij mee samenwerken, met uitblinkers, die heeft eigenlijk dezelfde mindset. En... Um, dat was voor mij echt een bonus, want voorheen geloofde ik niet onwijs in het samenwerken met de facilitair callcenter, om het zo maar te zeggen. En in, in deze samenwerking heb ik ook echt gezien: van nou, we hebben echt diezelfde mindset: hè? dus groeien, ontwikkelen, um, ja, toch wel echt het beste voor de medewerker. Um, mijn tweede ding is ook, ja, ik heb ondertussen ook wel een beetje geleerd dat sommige dingen zijn wat meer binnen mijn scope of control dan andere. En um, hoe. Hoe anderen met hun medewerkers omgaan. Ja, daar kan ik wat van vinden en wat van zeggen en wat van hopen, maar cella wie. Maar ik kan er wel over nadenken dat als ik een nieuw proces introduceer of een nieuwe werkwijze. kan ik wel even de Cynthia Sanity check doen van: gaan we hier echt beter van worden of is dit gewoon drie keer niks? Nee, oké. Okay. Nou, dan kan natuurlijk altijd nog voorkomen dat een, een experiment of een, een bepaalde hypothese uiteindelijk niet, uh, niet zo, uh, zo blijkt te werken. Ja. Hoge mate van flexibiliteit van wat ik hoor: dat mocht het niet werken. Uh, dan dat is niet. dat het ook. Dat is ook een ja. learning, uh, uh, denk ik. Um, kun je eens een, een, een voorbeeld geven van een verbetering, een stukje innovatie, uh, waarvan je denkt: oh, dat, was echt, dat heeft echt het, een, een grote impact gehad op hoe wij, uh, hoe wij dingen doen? Ja, um, dit is er ook eentje van een vorige werkgever. Uh, er zijn, kijk, er zijn een aantal processen. Die vanaf de zijkant klinken, die niet zo boeiend. Maar als je de hele dag aan het doen bent, dan is het gewoon echt een uh, pain, Om het zo maar te zeggen. En eentje daarvan is vouchercodes. Oh. En vouchercodes, zeker als je het hebt over operaties. van. Nou, op dat moment was het uh, 20, uh, 20 merken in, 13, talen, in nee, 13 landen in 11 talen. Dus dat is gigantisch veel. En als je dan voor elke categorie, elk merk. Uh, verschillende kortingscodes hebt. Nou ja, zo kwamen we uit. Op 155 verschillende categorieën. En voor elke categorie had je dan een aparte Excel sheet. Hmm, daar is hij. Daar is die Excel sheet. Ja, en als jij dan als um, medewerker de hele dag in die sheet zit, dan moet je dus een, een, ja, een, een kortingscode uit een sheet kopiëren in je ticket plakken. Maar ja, zo, daar stopt het niet. Want we willen natuurlijk weten op welke datum is het uitgegeven, aan welke klant is het uitgegeven en door wie. Dus je was zomaar 30 seconden bezig met Excel sheetjes invullen, knippen, plakken. Ja, top. Nou. Daarvoor, um, daarvan dacht ik toen: van nou, dit is helemaal niet hoe ik het wil hebben. Ik vind het niet handig, ik vind het, ik vind het niet nodig. Dit, uh, dit moet anders. En um, dat heeft er uit uiteindelijk toe geleid dat we een app hebben gebouwd. Waarbij um, het uitgeven van de vouchercodes eigenlijk vanuit het CRM-systeem gebeurde. Dus we hoefden daar alleen nog maar aan te geven: dit is de markt, dit is het bedrag. En dan voegde die automatisch die code in. En aan de achterkant. Hield hij dan bij door wie is het uitgeven, op welke datum en aan wie? Hallo efficiëntiewinst. Nou, het was 30 seconden wat we per ticket hebben bespaard. En die 30 seconden per ticket, dat resulteerde dus in één FTE bevrijden. Ja. En ik zeg ja, bevrijden, dat zeg ik uh, een beetje een hm. gek woord misschien. Maar we hebben dus één FTE bespaard. En nou ja, ook hier heb je dan de keuze: van je hebt zoveel tijd bespaard, wat gaan we doen? Nou, hup, pro promotie. Dus we hebben ook. Ja, daarvoor iemand toen een andere functie kunnen geven. Ja, dus dat, dat is toch wel een stukje. Weer uh, even whiteboard schetsen. Uh, uh, kijken op hoe gaat het nu? Uh, waar ja. loopt het eventueel spaak? En wat kan ik daaraan doen om dat uh, te, te verbeteren? Ja. Dan helpt volgens mij die ervaring, die reis die je hebt gehad... helpt wel om, om die brede blik op zaken uh, uh, te houden. Want ja. nou, dat is dat je, je, de ontwikkeling van je eigen rol, als het ware. Hoe blijf jij... Um, ook op de hoogte dan van wat er nog meer buiten klantcontact speelt, is dat iets wat, wat je vooral intern oppakt in, in overleg met de andere afdelingen? Um, nou, dat is wel een goede vraag. Ik vind het ook wel heel fijn om te partneren, zeg maar, met, uh, met mensen die we andere, ja, andere perspectieven kunnen bieden. He, dus bijvoorbeeld wat ik net vertelde van die voucher code app, dat hebben we dus ook samen met een externe partner gedaan. Het grootste deel van, van het idee en de implementatie kwam bij hen vandaan. Um, maar wat bij mij wel vaak zo werkt, is... er zijn een aantal momenten, of als het super druk is... of als ik echt niks te doen heb, dan denk ik... nou, weet je wat, ik ga eens even een paar tickets doen. En als ik dat doe, dan merk ik van die processen... dat ik denk, oké, okay, hoeveel tijd heb ik nu gekopieerd en geplakt? Was dit nou echt nodig? En dan ga ik dat soort dingen verbeteren. Dus... Dus daar komt inderdaad die, hè, die, die ervaring als agent zijn, die komt dan weer terug naar. Ja, dat kan ik wel echt inzetten in, in um, verbeteren waar ik me aan stoor. Dus als ik 30 seconden aan het kopiëren en plakken ben, dan denk ik, ja, dat is een beetje een gekke gedachten. Maar dan denk ik, oké, okay, ik heb jaren gestudeerd, ik heb mijn master gehaald en ik ben aan het kopiëren en plakken. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ja. En dan ga ik dat verbeteren. Ja, dan heb je er iemand bij nodig die ook weer. Uh, ja, nieuwe perspectieven kan bieden. Ja, mooi. Ja. En uh, wat ik er ook vooral uit haal is van, joh, blijf ook gewoon hè, vooral betrokken bij een stukje uh, het, de, een stukje operatie. Ja, dat betekent dus ook gewoon af en toe uh, die tickets ingaan, kijken uh, wat voor uitdagingen die je met zich meebrengen en ja. dan de vertaalslag maken naar hoe kan ik dit op grotere schaal eigenlijk verbeteren. Ja. Uh, een mooi voorbeeld uit eigen stal. Ik, laatste, we hadden wij wat wat uh, onderbezetting en toen werd er intern werd er gevraagd, wie wil even bijspringen op de telefoon? En ik dacht, nou ja, goed, ik kan dit, dit ja. weet ik. <laughs> ik ga zitten. Nou, echt de eerste vijf vragen die ik uh, moest beantwoorden, ik dacht, oh ja, ja. dit was het weer. Ja. Het was niet. Dit knopje of dat knopje of wat moet ik nu doen? Nee, het was uh, uh, met de ene meedenken over hoe ga ik actualiteit uh, tackelen of hey uh, uh, een unieke Case waar ik zelf niet uitkom. Dat ja. moet ik met, met onze technische mensen moet ik dat gaan afstemmen. Dus het vereist zoveel eigenlijk bijblijven met wat er nou uh, speelt, zowel intern als als extern. Ja. Is dat ook iets wat je iedere klantcontactmanager gunt dat ze dit uh, hoog op de agenda bij zichzelf hebben staan? Ja, ik denk dat het zeker een verrijking aan je klantcontactmanagerleven is als jij weet waar je team zich mee bezighoudt. En ik denk dat het echt een gemis is als je dat niet kunt of wilt of doet. En nou heeft iedereen natuurlijk zijn eigen stijl van leiding geven en managen. En, uh, hè, dus daar, daar wil ik helemaal niks uh, van afdoen uh, van iedereen zijn keuzes uh, die hij zelf maakt. Maar ik vind het voor mezelf echt een ontzettend voordeel... dat ik het niet eng vind om die ticketje in te duiken... of if necessary om die telefoon aan te nemen of klagende klanten terug te bellen... En gewoon te snappen van waar is mijn team mee bezig. Want ik denk dat je anders zo'n grote kloof krijgt tussen wat ik als manager kan. Nou ja, dat zou ik bijna zeggen, een beetje vanaf mijn hoge troon hè? Van wat zou ik dan bedenken voor hen om uit te voeren? Terwijl dat misschien helemaal niet te doen is voor hen. Nee, snap ik. Dus, dus alleen maar sturen op dashboards. En de, de springende cijfers die je op de centrale tv op de afdeling misschien uh, ziet. En dat je dan aan de bel gaat trekken. En dat alle eetjes misschien denken. Oh, dit is maar, dat, dat is bij jullie niet het geval. Nee. Mooi. Nee. Ja. Gaaf. Ja. ja, nou ja, dat, dat is het enige wat ik erover kan zeggen, natuurlijk, dat het gewoon gaaf is. Ja. Uh, is dit iets wat, uh, wat de komende uh, paar jaar het verschil gaat maken voor Talpa Network? Deze, deze insteek van hoe jullie de klantcontactorganisatie organiseren, of ben je al bezig met plannen om. Uh, ja, hoe klantcontact er over drie jaar uitziet? Uh? <laughs> Goeie vraag. Um... Ja, kijk, aan de ene kant ben ik heel erg bezig met... hoe gaat de toekomst van klantcontact eruit zien? Aan de andere kant, als de hele pandemie me één ding geleerd heeft... dan uh, is het, uh, het maakt het niet uit wat je denkt dat er over een paar jaar gaat gebeuren... want het kan toch heel anders lopen. Dus, kijk, waar ik me gewoon heel graag heel hard voor wil maken... is ja, toch dat elan van het vak. En eigenlijk wil ik het iets breder trekken... Uh, gewoon over hoe behandelen we mensen? Hè, of het nou je klanten zijn of dat het je medewerkers zijn... Ja, dat is toch wel iets wat ik heel belangrijk vind. Dat er, dat er uh, een, een juiste en een fijne en een rechtvaardige manier is... van met mensen omgaan. Ja, ik ja. doe even pauze, want dat vind ik een hele mooie. Die moet ik even laten landen. Ja. Uh, ik vind het fijn als, uh, als er een duidelijke visie achter zit... Waar, waarom je doet wat je doet. Hm. Ik denk dat het in zekere zin zich al vaker automatisch dus terugvertaalt... In, in tactiek en operatie, maar dat het wel ergens vandaan komt... Een, een, Diepe wens om het gewoon uh, voor, voor iedereen leuk te houden ja. en uitdagend te houden. Ja. En, en dan uh, zag ik laatst zag ik een uh, keynote van je. <laughs> en toen dacht ik, oh wauw, ik ga nu wat, uh, wat haakjes ga ik, uh, krijgen. En toen zei jij tegen mij, nee, het is een heel ander verhaal als dat ik tot nu toe met jou heb besproken. Dat ging ineens over de metaverse. Ja. Toen dacht ik, ja, misschien klantcontact over drie jaar. Met het is niet meer via de telefoon. Ja. Dan zitten er 120 agents met de VR-bril op... om ja. mensen in, uh, in een digitale wereld uh, op weg te helpen. Het zou zomaar kunnen. Ja. Ja, nou, dat, de, ja. En wat je net zegt, als, als de pandemie één ding heeft geleerd... Uh, het kan alle kanten op gaan. Uh, dus wie weet zitten we dan niet meer zo tegenover elkaar in de studio... maar dan uh, zien we elkaar uh, online. Ja. ja. Wat gaaf. Hé, hey, um, ik probeer even een, een, een korte recap in mijn hoofd te doen van... Hebben wij nou voldoende um, de menselijke maat naar voren laten komen? Dus voordat we richting de afsluiting gaan, um, ligt er nog iets op je hart waarvan je denkt: ja, dat wil ik, dat zou ik, dat zou ik, dat, wil ik, dat moet er nog uit voordat ik naar huis ga? Um, nou, ik denk dat ik wel gewoon mooi mijn, mijn wens kan herhalen: <coughs> dat we met z'n allen toch uh, heel erg bewust blijven van. Uh, Klantcontact. Het is niet alleen maar een telefoontje aannemen en een mailtje uh, beantwoorden. Zoals je zelf natuurlijk al aangaf, uh, zodra je die telefoon oppakt, dan denk je zo. Dat is wel even wat meer. En um, ja, het, ik denk dat het echt heel belangrijk is uh, ja, dat we toch voldoende waardering um, en uh, hoe zeg je dat? Erkenning blijven geven aan onze lieve collega's die wel elke dag die klachten oplossen en behandelen en hoe ze dat doen en, ja. Mooi verwoord. Ja. Niks, dan heb ik nog twee lastige vragen voor je. Oh, jee. Als je <laughs> denkt dat je er was. Nee, dat is niet zo. We vragen elke uh, gast. Uh, de vorige gast was Ruben Lovestein uh, van uh, Samsung Benelux. Mm -hmm. Ik heb hem gevraagd, wil jij een vraag stellen aan de volgende, oh. de volgende gast? Die gaat dan heel erg over techniek. Welk stukje techniek of tool of whatever mm -hmm. is nog niet ontwikkeld... Maar zie jij wel als baanbrekend binnen klantcontact? Ik zei al dat die lastig zou zijn, hè? Nou, welk stuk is nog niet ontwikkeld, maar gaat wel? Ja, het verschil maken naar de toekomst toe. Ik denk wat echt een heel mooi verschil zou maken is als je als klantcontactmedewerker gewoon in het hoofd van je klant kan komen te zitten. Dus geen communicatiestoornissen, geen uh... Uh, geen verwoordingsproblematiek, allemaal dat soort dingen. Geen taalbarrières. Je zit gewoon in het hoofd van je klant. Je snapt precies wat er mis is en je kan het gelijk oplossen. Ja, het zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Hè? Dat Volgens zou mooi mij zijn. is daar een zekere Elon Musk uh, mee bezig om uh, die techniek te maken met uh, brainwaves. Ik doe niet alsof ik er ook maar iets van weet, maar uh, wellicht gaat het er, uh, is het dichterbij dan dat, we, dan dat we denken. Nou, brainwaves weet ik wel een hoop van, maar uh, nog, niet, uh, nog niet dat dit stukje techniek er echt is. Mooi. Hey, dan natuurlijk de, de, de tweede vraag is natuurlijk... welke vraag zou je aan de volgende gast willen, willen stellen? Ja, je hebt nu ja. een unieke kans om een hele lastige vraag ja, te stellen. Ja, 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 de, de radartjes gaan natuurlijk al aan het werk. Um, neem jij telefoontjes aan op de klantenservice? En waarom wel of niet? Die is verrassend simpel, maar toch lastig ja. tegelijkertijd. ja, ja. ja. Let's see. Ja, let's, let's see. see. Let's see. Hé, hey, dan uh, rest mij niets anders dan jou onwijs bedanken om uh, vandaag toch een klein beetje een kijkje in jouw hoofd te hebben kunnen nemen over hoe je kijkt eigenlijk naar de organisatie van klantcontact, mm -hmm. hoe we met mensen omgaan of om zouden moeten gaan. En uh, ik hoop dat, uh, dat de visie en de, de wens die jij hebt voor klantcontact, dat die uh, niet nog 10, 15 jaren hoeft te duren, maar dat die dichterbij is dan dat we, dan dat we misschien wel denken. Ik hoop het ook. Helemaal ja. goed, dankjewel. Ja, bedankt. Dat was hem weer voor deze aflevering. Wil je nou meer of nieuwe inzichten? Abonneer je dan op de Customer Engagement Podcast via onder andere YouTube, Apple of Spotify. Tot de volgende keer.